welkom in deze nieuwe video aan Bolstar. Vandaag zit er niet zoveel op het programma, waarom niet? Reden 1, er valt niet veel te doen. Reden 2, normaal gezien zou ik gaan wandelen. Maar ja, het weer laat het momenteel niet toe. Het is momenteel aan het onweren en zo, dus kunnen we dat niet doen. Dus ja. Niet leuk natuurlijk, ik hoop dat het echt wat is gedaan. Het is al 3 dagen aan de gang. De aarde is kapot, de bierpoven is echt wel heel kwaad, dat is niet normaal. Het is echt verschrikkelijk. Dus we gaan boterhammetjes klaarmaken. Boterhammetjes met ofwel vlokjes erop. Wel muis, ik weet nog niet wat ik ga pakken, maar ik denk dat. 1 van de 2. En het is het weer dat het momenteel aan het doen is. Je ziet ook de wolken. Weer. Dus het is weer heel slecht weer. Het is momenteel ook aan het onweer, dus verschrikkelijk. Heb je gezien als al die hagelpolie uit de lucht vloog? Man. Niet normaal. Echt niet normaal meer. Dat is raar om te zeggen, maar zeer raar weer. Hoorde dat het zo aan het onweren is. Niet goed, hè? Niet bij het goed kunt zien, want het zijn echt hagelballetjes. Het zijn niet zo groot, want ik heb eens geweten dat het groter was, maar hopelijk gaat het weer wat beter in die wolken ook, als ze zeggen man. Moest het weer nog verbeteren, dan weet ik al wat ik ga doen. Zo. Dan kunnen we nog eens gaan wandelen, maar ja. We moeten eerst het weer verbeteren natuurlijk, de konijnen. Die kunnen ook niet echt heel veel ergens naartoe momenteel. Ik heb het gevoel dat de kat ergens een van die 2 bakjes is gegaan. Maar ik heb nu momenteel geen stroom te veranderen, want dan ligt ze in de kou van de nacht. Dus dat gaat niet. Maar we gaan wel eens moeten kijken voor dat op te lossen morgen. Morgen ga ik naar de winkel om dat op te lossen, want we zijn vandaag zondag en dan hebben we niet alles bij de hand. Namelijk. Zijn
We gaan de poging wagen. We zien het wel of dat het lukt of niet lukt. Maar ik ga in ieder geval toch naar buiten. Wat je achter me kunt zien is toch al de zon een beetje doorgebroken. Maar dat is al de hele dag goed weer, geen goed weer. Dus ik ga er toch wagen en ik hoop toch dat het lukt. We kunnen het alleen maar proberen natuurlijk. Hè. Het is gelukkig al wat beter weer. In de zon. Misschien niet dat het zo goed weer is, maar het valt mee. Ze hadden geen puppets. Hoe noemt dat puppet? Wat ik mag noemen. Dat had ze niet, dus ik ga dat mee pakken. Ik heb al een grote pak stro. Dat wel. Maar dat ding dat ik nodig had, had ze niet. Dus ik vind het spijtig. Ik heb er graag eentje gehad. Dus dan moet ik maar eens kijken of ze dat bij de fun. Dus ja, kopen we er zo eens. Anders gaat dat niet. Hè. Maar ja, we hebben hier ook niet echt zo grote speelgoedwinkels. We hebben alleen maar de fun in de buurt. Dus ja, nu zijn alle winkels natuurlijk niet allemaal open. Hè. Dus een leuke schoenenwinkel. Dat is in de plaats gekomen van de Brentano. Namelijk. De schoenenwinkel. Dus ja. Het pas gezaaid goed. Ik denk dat we wel 30 minuten in de winkel binnen geweest zijn. De een zei ja, misschien met speelgoed, de ander zei misschien aan de kassa. Dus ja, ze wisten het zelf niet. Dus kon ik ook niet, waar het was. Jongens, ik moet de plas, jongen. Het heeft daar net zwaar geregend. Ik hoop dat het niet overblijft. We eten vanavond trouwens lasagne. Dat staat ook goed krom. Misschien om de mensen uit te lachen met een grief of zo. Dat staat gewoon krom. Je moet eens horen zo stil het hier is. Niet normaal. Er zijn geen auto's. Dit is de eerste keer dat het stil is. En zie je? Totaal geen auto's. Dus het is echt stil. Het is een auto, het is echt muisstil. Vond je het een leuke video? Zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.